Goedemorgen. Welkom allemaal. Mijn naam is Richard. En ik ben Shirley. Welkom bij onze nieuwe live online dienst. In deze dienst gaan we God loven en prijzen. We gaan tot hem zingen. We zullen van zijn woord horen. En we zullen ook samen komen op een hele bijzondere manier. Je kunt meedoen met de live chat. Dus ga maar snel en doe mee. Schrijf iets voor een ander. Bemoedig elkaar. En schrijf ook jouw gebedspunten. En we zullen samen voor jou bidden. Wij willen je graag bemoedigen om deze video te delen. Deel het met je vrienden, met familie, met kennissen, iemand die je kent. Vooral mensen die Jezus nog niet kennen. Stuur deze video naar hun toe, zodat ze van Gods woord kunnen horen en dat ze Jezus kunnen leren kennen. En vergeet niet te abonneren op ons kanaal. Zo blijf je steeds op de hoogte van alle nieuwtjes en alle nieuwe video's die komen. Ja, dat is heel belangrijk, want op woensdag om 7 uur wordt onze Bijbelstudie ook geüpload op ons YouTube-kanaal. En dagelijks worden ook de devotionals geüpload. En sinds vorige week hebben we ook een paar muziekvideo's geüpload van de diensten van afgelopen zondag. Deze kun je ook bekijken hier op onze YouTube-kanaal. Ook willen we jou vragen om een selfie te maken. Met wie je ook nu bent om deze video te bekijken. Ga samen zitten, maak een foto en tag ons met hashtag #NewLifeThuis. Ja, het allerbelangrijkste is om je hart vandaag te openen. Ja. Open je hart om van God te horen. Ja. Open je hart om hem te aanbidden, om hem te prijzen, om tot hem te zingen. Doe met ons mee, zing uit volle borst met ons mee en schreeuw gewoon amen wanneer je het mee eens bent in de preek. Schreeuw het uit in je huis, ga helemaal los en geniet van deze dienst. God zegen jou. Geniet ervan. Dit is een verhaal dat God een perfecte wereld heeft gemaakt. Maar God had een plan om hen te redden. Hij stuurde zijn eigen zoon Jezus om iedereen te redden. Om ons te redden moest Jezus de dood verslaan. Nadat hij dat deed, moest hij naar de hemel. Eerst vertelde hij zijn vrienden, de discipelen, om te wachten. Aangezien hij geschenk zou sturen, de Heilige Geest. De Heilige Geest. De Heilige Geest. De Heilige Geest. Dus te wachten. Hetzelfde toen er een gigantisch feest was. Met mensen over de hele wereld. Dat feest heet de Pinkster. Die discipelen bleven bij elkaar binnen wachten. Plotseling was er een hard geluid van een sterke wind. Het moet behoorlijk hard zijn geweest, omdat veel mensen kwamen kijken wat er aan de hand was. Het vuur kwam uit de hemel en landde op de hoofden van de mens. Het was niet een normale vuur, want het brandde niet. Dit was een heel gaaf vuur. Kan je dat voorstellen? De discipelen begonnen verschillende talen te spreken. Talen die ze niet eerder hebben gehoord. Tot die tijd spraken ze Grieks, Hebreeuws, Arabisch en allerlei andere talen. Het was een wonder, want veel mensen waren verbaasd. Sommigen was in de war, sommigen was niet in de war. Maar de discipelen wisten wel dat het een bijzondere dag was. Een jongen die Petrus heette sprak en herinnerde de menigte aan wie Jezus was. De reddingsplan van God. En heel veel mensen gingen in hem geloven. Iedereen die in Jezus gelooft, heeft de Heilige Geest. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. God heeft aan hen de Heilige Geest gegeven en jij kan ook de Heilige Geest hebben. Lees het vers met mij, Johannes 3, vers 16. Ja, want God heeft zoveel liefde voor de wereld dat hij zijn enige zoon heeft gegeven. Zodat iedereen in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Halleluja! We gaan onze Heer groot maken deze ochtend. Bent u er klaar voor? We gaan een feest bouwen midden in uw huis. Dus zet de stoelen, banken aan de kant. Ga van uw bed af als u nu nog op bed ligt. We gaan onze Heer prijzen. Amen. Wij zijn er klaar voor. Zijn jullie klaar voor? Halleluja! We gaan onze Heer groot maken. I'm trading my sorrows.
zeggen tegen de Heer, ja. Laten we onze Heer alle eer en alle glorie geven. Weet je, voel je vrij.
Net zoals onze zuster zei, voel je vrij. Alleen nog God als u geven we alle eer. Amen. Halleluja. Heer en glorie van de mens is niet waar ik naar op zoek ben. Zelfs de machten hier op aard, niet waar mijn hart voor buigt. Mijn ziel voor juicht, al mijn trouw en mijn devotie. Hart verlangen en emoties zijn alleen bestemd voor hem die voor mij stierf. Laten we het samen zingen. Eer en glorie van de mens is niet waar ik naar op zoek ben. Nee, nee. Verzoenen, belonen, verlozen.
God Halleluja. Als u. Alleen aan u, o Vader. U. Alleen aan u, o Heer. Alleen aan God als u. Geef u wel alle eer, Vader. Alleen aan God als u. Alleen aan onze redder, onze maker. Alleen aan God als u. Onze trooster. Alleen aan God als u. Onze beloner, halleluja. Alleen een God als u, 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 alleen een God als u. Thank you.
getoond. Deze waarheid is mijn blijdschap. Heer, u draagt de zegenkroon. U mijn helper en beschermer. U mijn redder en mijn vriend. Uw genade is mijn adem en mijn lief. Waar uw grootheid wordt bezongen, wil ik knielen voor uw troon. Waar u bent, verstilt de onrust, want u draagt de zegenkroon. Vul dit huis nu met uw glorie, vul ons hart met heilig vuur. Uw genade is mijn adem en mijn lief. Halleluja. Jezus overwon, Jezus overwon. Halleluja. Prijs hem die de wereld overwon. U zult altijd voor ons pleiten. U zorgt door tot u ons won. Macht kan u bestrijden, want u draagt de zegenkroon. U bent Jezus de Messias, die de wereld redding biedt. Uw genade is mijn adem en mijn lief. Halleluja. Jezus overwon. Jezus overwon. Jezus overwon.
gedoopt, halleluja. Elke muur is neergehaald, Vader God in uw naam. Door het wonder wat u aan het kruis heeft u gedaan, o Vader. Dank u, Jezus. Leven wij in overwinning, halleluja. Dank u wel, o Heer. Dank u, Vader. God zegen, we zijn aangekomen bij het gedeelte van de offers en de tiende. Dit is een heel mooi gedeelte van onze aanbidding tot God. En het is heel belangrijk om te beseffen dat wanneer wij God aanbidden, dat wij op Hem gaan gelijken. Zijn hart wordt in ons gevormd, zijn karakter wordt in ons gevormd. En op dezelfde manier als wij onze offers en onze tiende geven, wanneer wij vrijgevig zijn met wat Hij aan ons heeft gegeven, dan wordt ook in ons een vrijgevig hart gevormd. En op deze manier kunnen we elke dag meer en meer gelijken op Jezus Christus. Door middel van onze offers en tiende verklaren wij ook dat wij deel uitmaken van Gods kerk. En dat wij zijn werk steunen. Een manier waarop we dit op dit moment kunnen doen is door een sms te sturen naar nummer 0612432220. Stuur een WhatsApp bericht met geef en dan het bedrag dat je wilt geven. En dan zal je een tikkie terugkrijgen. En, dan kan je, en als je die tikkie hebt gekregen, kan je gewoon drukken en gewoon betalen. En dan zal het geld gestort worden op de New Life rekening. Op deze manier kunnen we blijven geven op een veilige en vertrouwde manier. Je kan ook naar nlccm.com/doneren. Op deze manier kan je ook geven. Daar zijn verschillende opties. En je kan via Ideal betalen, etc. God zegen jullie rijkelijk vandaag. Ik wil voor jou bidden vandaag dat God zijn hand mag uitstrekken over jouw financiën, over jouw inkomsten en ook over jouw uitgaves. God zegen jou. Laten we bidden. Vader God, wij bidden u, Heer, op dit moment voor een ieder die gaat geven. Heer, ik vraag uw zegen en uw voorziening over hun huis in de naam van Jezus. Laat ons op dit moment geven, Heer, niet voor onze eer, maar Heer, voor uw eer en voor uw glorie in Jezus' naam. Amen. God zegen jou en onthoud, het is niet gedwongen dat wij geven. Het is vrijwillige gave en aanbidding tot God. God zegen jou. Mijn broeders, mijn zusters, God zegen jullie rijkelijks deze gezegende zondagochtend. Een gezegende Pinksterdag ook voor u die nu kijkt naar ons. En vandaag heb ik een boodschap voor u. Ik hoop dat u klaar bent voor die boodschap. Ik hoop dat u hart klaar is om te ontvangen wat de Geest van God u te zeggen heeft vandaag. En vandaag wil ik u zeggen, open uw hart waar u bent. Als u bent in uw kamer, als u bent in de woonkamer met familie, met je vader en je moeder of met tantes en ooms. Hey, ik moet je zeggen, open uw hart en ontvang wat de Geest van God te zeggen heeft tegen u vandaag. En ik heb een gezegende boodschap voor u vandaag, geleid door de Geest van God. En het thema van vandaag is, doof het vuur niet. Dat is het thema, doof het vuur niet. Als ik het heb over vuur, heb ik het over de Heilige Geest van God. Als ik het heb over vuur, heb ik het over het uitstorten van de Heilige Geest op uw leven. En vandaag heb ik het over ook doof het vuur niet. En als wij het vuur doven, dat betekent dat er is geen passie meer in ons. Die passie die we hadden, die passie die we daarmee opgegroeid is toen wij onze leven aan de Heer heeft gegeven. Die passie is voorbij. En dan lijkt het alsof wij de vuur doven. En daarom zeg ik u vandaag, doof het vuur niet. En vandaag wil ik u aanspreken, broeder. U aanspreken, zuster, ja. Ik wil u vandaag aanspreken. Ik heb het niet over degene die Jezus niet kennen. Nee,
Ik heb het over u die Jezus kent en u die, die door problemen doorheen is gegaan. U die twijfels hebben. Er zijn allemaal dingen die het vuur van God, het vuur van de Heilige Geest in uw leven doven. En vandaag wil ik u bemoedigen. Ik wil u bemoedigen. Krik het op weer. Pak het weer. De Heilige Geest is er voor u. Pak het met twee handen, want die is er voor u. Amen. De Geest van God is er voor u. De Geest van God wil vandaag zijn vuur uitstorten op uw leven. De Geest van God wil u weer herstellen. Hij wil u weer herstellen in wat je... Hoe je was. Hoe je was bij je eerste liefde. U weet toch, toen je je leven aan Jezus Christus heeft gegeven. Je hebt gezegd, Jezus kwam in mijn hart. Je had zo'n passie. Je was klaar daarvoor. Overal waar je gaat, ga je daarvoor. Je gaat het woord van God verkondigen. Overal waar je gaat, ga je praten over de Heer. Ik moet u vandaag bemoedigen. Als dat er niet zo meer is, breng herstel in uw leven. Pak het, pak het. De Geest van God is daar voor u. En vandaag wil de Geest van God uitstorten. Vandaag wil de Geest van God op deze gezegende Pinksterdag zijn vuur uitstorten op uw leven. En we gaan lezen in het boek van Handelingen. Handelingen 2. Vers 1 tot en met 4 wil ik met u lezen even. En daarna gaan wij in de Handelingen 2 zelf. En dan lezen wij vers 14 tot en met 21. En voordat we gaan lezen, wil ik even voor u bidden op dit moment. Amen. Vader in de hemel, we komen voor uw aangezicht in de naam van Jezus. Heere, wij danken u voor deze gezegende Pinksterdag. Dat wij mag herinneren, dat wij mag gedenken wat u heeft gedaan 2000 jaar geleden. Dat diezelfde kracht, diezelfde power is er vandaag nog in ons. Heren, help ons Vader, om uw wil te laten geschieden in onze levens. Heren, we brengen deze boodschap voor uw aangezicht. Geest van God, neem over en spreek tot uw volk vandaag in de naam van Jezus. Amen. Handelingen 1, of Handelingen 2, vers 1 tot en met 4. Dat is echt zo. Ik ga het lezen in de herziene Statenvertaling, de HSV. Het zegt zo. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. En plotseling, als je iemand naast jou hebt, zeg plotseling. Plotseling. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag dat vervulde heel het huis waar zij zaten. Vandaag ga ik God vertrouwen dat waar je bent daar thuis, dat die vervulling van de Geest van God jouw huis helemaal vervult. Zoals het hier staat geschreven. En vers 3 zegt, aan hen werden tongen als vuur gezien die zich verdeelden en het zat op ieder van hen. Vers 4. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Vandaag ga ik God vertrouwen op uw leven, dat zijn Heilige Geest op u stort, dat u in andere tongen mag spreken vandaag, in de naam van Jezus. Halleluja. En Handelingen 2 vers 14 tot en met 21 die zegt, en hier geeft Petrus een toespraak op deze gezegende Pinksterdag. Hij zegt hier in vers 14, maar Petrus die daar met de 11 andere apostelen stond, verhief zijn stem en sprak tot hen. Joodse mannen en u allen die in Jeruzalem woont, dit moet u bekend zijn en laat mijn woorden tot uw oren doordringen, zegt Petrus hier. Deze mensen zijn namelijk niet dronken, zoals u vermoedt, want het is pas het derde uur van de dag. Als Petrus hier hebt over het derde uur van de dag, neem ik aan dat het in de ochtend is. En er zijn mensen, verslavende mensen, die gaan drinken in de ochtend inderdaad. In de ochtend drinken ze en dan zijn ze al een beetje dronken. Maar deze mensen hier, een normaal mens gaat niet drinken, gaat geen wijn drinken in de ochtend. Je gaat eerst ontbijten. Maar deze mannen hier, die hadden het vuur van de Heilige Geest op hun.
En Petrus zegt hier, het is pas de derde uur. Dus mannen daarbuiten, hé, vrouwen, ze zijn niet dronken. Ze zijn niet dronken, maar ze hebben iets ontvangen dat hun kracht geeft. Ze hebben iets ontvangen dat hun de moed geeft om door te gaan. En vers 16 zegt hier, maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël. Luister goed. 17. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest. Dus het is al in het Oude Testament geprofiteerd door profeet Joël. Die zegt hier, hé, hey, in de laatste dagen zegt God dat ik zal uitstorten van mijn geest. Mijn geest zal uitgestort worden op uw leven. En ik hoop dat u dit vandaag ontvangt in de naam van Jezus. De uitstorting van de Heilige Geest op uw leven op deze gezegende Pinksterdag. En het woord zegt hier, op alle vlees en uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Uw jonge mannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen. En ook op mijn dienaren, zegt het woord, en op mijn dienaressen zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten en zij zullen profeteren. Hey, zij zullen profeteren. De profetie is nooit de wereld uitgegaan, broeder, zuster. Zij zullen profiteren. U zult ook profiteren. U zult profiteren. Alleen maar laat de geest uitstorten op uw leven vandaag op deze Pinksterdag. En het woord zegt hier in vers 19. En ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden. Bloed, vuur en rookwalm. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed. Voordat de grote en onzagwekkende dag van de Heere komt. Halleluja. En hier zegt in vers 21, zeg ik het woord hier. En het zal zo zijn dat ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden. En ieder die de naam van de Heer zal aanroepen, zalig zal worden. U zult gezegend zijn als u de naam van de Heer aanroept. U zult gezegend zijn als u de naam van de Heer verhoogt in uw leven. Verhoogt in uw huis. Verhoogt op uw werk. Verhoogt overal waar u bent. Hé, hey, kom op. De eerste liefde, kom op. Die passie die je had van vroeger. Hey, ik zeg je vandaag, doof het vuur niet. Er zijn problemen, ik begrijp het wel. Nu zijn we in een lastige periode van onze leven. We zijn nu in een lastige periode. Sommigen hebben hun banen verloren. Dat begrijp ik. Maar doof het vuur niet. Doof het vuur niet. Geef de Heilige Geest een kans in uw leven. Geef de Heilige Geest een kans om te werken in uw leven. Hey, ik zeg u, deze Pinksterdag is uw dag. Deze Pinksterdag is uw moment met de Heer. Laat hem zijn werk doen in uw leven. Amen. Christenen, gelovigen. Gelovigen, mensen die hebben gezegd, hey, Jezus, kom in mijn hart. Misschien 10 jaar geleden, misschien 20 jaar geleden. En vandaag de dag heb je die passie niet meer. Vandaag de dag komen er twijfels. En weet je wat het probleem is met twijfel? Als iemand twijfelt, betekent dat er geen passie meer is voor de Heer. Als je twijfelt, is er geen passie meer. Als je twijfelt, is er geen vuur meer. Maar wat er is, is een dovende vuur. Vandaag bid ik God dat die vuur in jouw leven wordt aangewakkerd. Wakker die vuur aan, broeder. Wakker die vuur aan, zuster. Want God heeft een plan voor uw leven. Amen. Dit is Pinksteren. Vandaag is Pinksteren. Gedenk die tijd. Ja, gedenk die tijd, want diezelfde kracht, diezelfde power is er vandaag ook voor u. Ontvang het, maar doof het vuur van de Heilige Geest niet in uw leven. Amen. Weet je, in openbaringen 3, zegt het woord, hier Johannes schreef aan Laodicea, de 7e brief aan Laodicea in openbaring 3, die zegt hier, hij schrijft hier in vers 14. En schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea. Die zegt, amen, de getrouwe en waarachtige getuige. Het begin van Gods schepping. En vers 15 zegt zo. Ik ken uw werken.
Hey, hij kent uw werken. Hij weet wat u doet. Hij kent uw werken. Hij zegt hier, en weet dat u niet koud en niet heet bent. Hij weet het. Was u maar koud of heet, zegt het woord hier. Was u maar koud of heet. Hij zegt hier, maar omdat u lauw bent, omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal ik u uit mijn mond spugen. Laat het niet zo ver komen. Laat het niet zo ver komen. Ik bid God vandaag dat je niet koud bent, maar dat je heet bent. Dat je op het heetst bent in jouw leven. Vandaag dat je zegt, het is Pinksteren. God, ik wil een verandering hebben in mijn leven. Kom, geest van God, kom en stort uw geest op mij. Ik wil een nieuwe tong hebben. Ik wil een nieuwe spraak hebben voor u, Heere. Ik wil een nieuwe communicatie met u hebben. Vandaag is de dag dat u kan zeggen, Heere, kom, ik wil de communicatie herstellen. Ik wil de vuur herstellen. Ik wil die vuur aanwakkeren in mijn leven. Vandaag is uw dag, broeder. Vandaag is uw dag, zuster. Hé, hey, kind van God, vandaag is uw dag. Als je jeugd bent, vandaag is uw dag. Laat het geest van God, de geest van God in uw leven komen en zijn werk doen in uw leven. Laat u niet uitspuwen zoals het woord hier zegt. Amen. Maar vandaag bid ik tot God. Ik bid tot God dat die vuur die gedoofd is in uw leven, dat die vuur aangewakkerd zal worden in de naam van Jezus. Dat u vervuld wordt met de geest van God. Dat u vervuld wordt in de geest. En dat u mag zeggen, Heere, hier ben ik. Hier ben ik, doe wat u wil met mijn leven. Doe wat u wil met mij. Hier ben ik, Vader. Hier ben ik, Heere. Amen. U moet het zeggen. Ik kan het niet voor u zeggen. Uw leider, uw pastor, hij kan het niet voor u zeggen. U moet het zelf zeggen. U moet het zelf uitspreken uit je mond. En zeggen, Heere, ik ben hier. Doe wat u wil met mij. U wil geschieden in mijn leven. Ik voel het niet meer, Vader. Ik voel die passie niet meer. Ja, Heere, ik voel het niet meer. Maar ik wil die passie hebben. Ik moet u zeggen, vandaag is de dag dat die passie weer komt in uw leven. Alleen maar, u moet het doen. U moet het doen. Niet laten doen. Want laten doen, komt er niks van terecht. Je moet het doen. U zelf moet het doen. Waar u bent nu. Waar u bent. In uw huiskamer. In uw kamer. In uw pyjama. Maakt niks uit wat het ook is. Vraag God, Heere, hier ben ik. Stort uw Heilige Geest op mij. Op deze mooie Pinksterdag. Stort uw geest van God. Ik wil mijn communicatie met u herstellen. Heere, ik wil mijn communicatie met u herstellen, Vader. Weet je, de Bijbel spreekt hier over drie mannen, hè? Ik vind het zo geweldig, deze drie mannen, Sedrach, Mesach en Abednego. Hé, hey, die koning Nebuchadnezzar, die zegt, hey, ik maak die beeld en iedereen in die stad moet die beeld gaan eren. Hé, hey, deze drie mannen zeggen, nee, ik eer het niet. Ik wil het niet eren. Ik wil geen valse God eren. En koning hoorde dat en koning zegt, kom op, breng ze maar. En gooi ze maar in die vuuroven. Gooi ze maar in die vuuroven, want ze willen niet naar mij gehoorzamen. En deze drie mannen hebben gehoorzaamd, waren gehoorzaam aan God. Deze drie mannen waren vol van de geest. Deze drie mannen waren bereid om te zeggen, koning, sorry voor jou, maar ik ga die beeld niet eren. Ik ga mijn levende God eren. Amen. Deze mannen waren vervuld. Deze mannen waren krachtig, vurig. En maakt niet uit wat ze daar doorheen gaat. Maakt niet uit wat de koning deed. Maar deze mannen waren bereid om te sterven voor de Heere. Deze mannen waren bereid om te sterven, want ze weten waar ze daartoe gaat als ze sterven. En Nebuchadnezzar zegt, nee, gooi ze maar in die vuuroven. Want daar worden ze gestraft. Maar deze mannen waren vurig. En in vers 17 zegt het woord zo. In vers 17 van Daniel 3. Vers 17, Daniel 3. Die zegt zo. Halleluja, prijs God, prijs de Heere.
Deze mannen hebben zo gezegd, indien, zegt hij, indien onze God die wij vereren in staat is ons te bevrijden, dan zal hij ons uit de brandende vuuroven en uit uw macht, o koning, bevrijden. Deze mannen hebben het uitgesproken. Amen. Deze mannen hebben het uitgesproken. Laat weten wie hun God is. Het interesseert ze niet of die man koning was. Want ze hadden een hogere koning. Ze hadden koning, de hogere koning, die high level. Amen. En dan zegt hij in vers 18. Maar zelfs indien niet, het zijn u bekend, o koning, dat wij uw goden niet vereren. En het gouden beeld dat gij hebt opgericht, niet aanbidden. Amen. Deze mannen waren vol. Ze waren vol van de geest. En inderdaad, ze werden gegooid in de vuuroven. Ja. Maar er gaat geen enkele vuur boven de vuur van de Heilige Geest. Halleluja. Er gaat geen enkele vuur boven de vuur van de Heilige Geest. De vuur van de Heilige Geest die op u gestort zal worden. Amen. De vuur van de Geest van God die op u is gestort. Er is niks boven die vuur. Er is niks boven die vuur. En inderdaad, er was een vierde persoon met hun in die vuuroven. Halleluja. Er was een vierde persoon met hun. En dat was de persoon die hun hebben bevrijd. Van die vuur. Amen. Die hogere vuur was erin. Er was een hogere vuur. Een vuur van de Heilige Geest. Die was daar. En die normale vuur in die oven konden hun niks doen. En vandaag bid ik tot God voor uw leven. Vandaag bid ik God voor uw leven. Dat u wat anders gaat ervaren. Dat u een nieuwe ervaring zal hebben. Een nieuwe ervaring met de Heilige Geest. Alleen maar, u moet uzelf overgeven. Geef uzelf over. Geef uzelf over, broeder. Geef uzelf over, zuster. En u zult nieuwe dingen in uw leven ervaren. Halleluja. En juist in deze tijd, juist in deze lastige periode, broeder. Juist in deze lastige tijden. Wakker het vuur aan in uw leven. Wakker het vuur aan. Laat weten dat uw God leeft. Er is geen coronavirus die onmogelijk is voor uw God. Er is geen COVID-19 die uw God niet aangaat, broeder, zuster. Wees standvastig. Wees in volharding. Doe wat de wil van God is in uw leven. Wees een volhardend persoon. Juist in deze tijd moeten wij het vuur aanwakkeren. Amen. U sprak in tongen. Tegenwoordig spreekt u niet meer in tongen. Oh, halleluja. Hey, u sprak in tongen in het begin. Je werd vervuld. Maar tegenwoordig heb je de communicatie niet meer met de Heere. Tegenwoordig heb je de communicatie niet meer. Herstel de communicatie. Herstel het. Spreek in tongen. Oh, halleluja. Mijn God, help ons. Keer terug naar uw eerste liefde. Keer terug naar uw eerste liefde. Ja, keer terug. Het is nog tijd. Er is hoop voor ons. Er is hoop voor ons. Er is hoop in de wereld. En u bent de hoop van de wereld. Ja, u, ja. Ik heb het over u nu, hè. U bent de hoop voor deze wereld. Dus schuilt het niet. Amen. Want er is hoop voor ons allemaal. Halleluja. Er is hoop. Onderzoek uzelf. Onderzoek uzelf. Kijk waar het mis is gegaan. Ja, het is ergens mis gegaan. De twijfels kwamen, problemen kwamen, levensstormen kwamen. Ja, er is iets mis gegaan. De deuren werden opengemaakt. Kiertjes, gaatjes. Onderzoek uzelf. En zeg, Heere, vandaag is de dag. Laat het vuur van de Geest van God al die gaatjes dichten. Laat het vuur van de Geest van God al die deuren dichtklappen voor u. En take it. Neem het vandaag. Neem het vandaag in de naam van Jezus. In de naam van Jezus. God heeft een plan voor uw leven. Als het vuur gedoofd is, broeders of zuster, alsjeblieft,
Geef de geest van God een kans om te herstellen. Want hij wil herstellen vandaag. Vandaag is een mooie dag om tot die herstelling te komen. Amen. Om jouw leven wederom aan de Heer te geven. Om je leven wederom te vertrouwen in zijn hand. Ik bid God vandaag voor u. Ik bid God. Amen. Laten we gaan bidden. Halleluja. Vader in de hemel, we komen voor uw aangezicht, Heere, in de naam van Jezus. Heere, ik bid tot u vandaag, Heere. Ik bid voor u, tot u vandaag, Heere, dat er een verandering zal komen. Dat er een verandering zal komen. Dat u oplossingen brengt, Vader. Heere, in de naam van Jezus, dat uw dochter, uw zonen, Vader, zullen beseffen dat de vuur, uw kracht, de kracht van de Heilige Geest, die is er nog. En Vader, ik bid tot u vandaag dat uw geest zal storten op uw kinderen vandaag. Dat uw kinderen zullen profeteren. In de naam van Jezus, Vader. Raak zielen aan op dit moment, Heere. Vader, degene die u niet kennen, Heere. Vader, vandaag u bent daar. Heere Jezus, u bent daar. Wij weten niet, u bent daar. Als u uw leven aan de Heere wil geven, hij is daar. Hij is daar. Halleluja. O Heere, Heere. Wij danken u op dit moment voor alles wat u gaat doen, Vader. Raak aan op dit moment. Raak aan. Breng herstel. Breng herstel in huwelijken. Breng herstel in relaties. Breng herstel tussen moeder en kinderen. Breng herstel tussen vader en kinderen. En kind met vader, kind met moeder, Vader. Heere, breng herstel, Vader. Breng herstel in de naam van Jezus. En laat uw geest storten op dit moment. Laat uw geest storten op zielen vandaag. In de naam van Jezus Christus. Heere, ik dank u. Ik dank u in Jezus naam. Amen. Blijf met de zegen op uw leven. Als u deze boodschap hebt gehoord en u zegt, ik wil mijn leven in de handen van de Heere vertrouwen. Ik wil mijn leven aan de Heere geven vandaag. U kunt contact met ons opnemen. Als het goed is, komt er een telefoonnummer in beeld. U kunt contact met ons opnemen en dan zullen wij zo spoedig mogelijk contact met u opnemen weer. God zegen u rijkelijks. Blijf met de zegen. Ik wens u een gezegende dag verder vandaag. En blijf focussen op de Heere Jezus. Amen. God zegen u en tot de volgende keer. Ciao. Wat een gezegende dienst. Ik hoop dat jij er ook zoveel van genoten hebt. Vergeet niet om te abonneren, om te delen. Vergeet niet om door de week ook alle andere video's te bekijken die we zullen uploaden. Ik hoop je snel weer te zien. Laten we samen sluiten in gebed. Vader, wij danken u, Heer. Wij danken u dat we hier samen mochten zijn, Vader, in uw aanwezigheid, Vader. Want we weten, Vader, dat u overal bent, Vader. Heer, wij danken u voor deze mooie dienst. We danken u, Vader, voor elk hart die bereikt zal worden en wordt, Vader, door deze video's, Vader. Vader, wij danken u, Vader, dat uw woord kracht is, Vader. Uw woord houdt ons standvastig, mijn God. Heren, we danken u voor uw trouw en uw genade. Heren, wij vragen u, Heren, dat u een ieder zegent, Vader. Dat u bij een ieder zult zijn, mijn God. Bij een ieder die ziek is, Vader. Bij een ieder die pijn lijdt, Vader. Heren, wij vragen u om uw genezende hand, Vader. Wij vragen u, Vader, dat u een ieder zal aanraken, Vader, die dit nodig heeft. Vader, ook danken wij u, Vader, voor een ieder Heere die hier met ons was deze ochtend, Vader. Die meegekeken hebben, die meegedaan hebben, Vader. U kent elk leven, u kent elk hart, u kent elk nood, Vader. En wij vertrouwen op uw voorziening in alle aspecten van elk leven, Vader. Wij danken u, wij zegenen uw naam. U bent geweldig, u bent prachtig, u bent mooi. Dank u, Jezus, voor uw offer aan het kruis. Dank u dat wij vandaag leven in overvloed mogen hebben in u. Heren, zegen en ieder deze week, Vader, dat ze een gezegende week zullen hebben. Een goede week, Vader, vol moed, vol hoop, Vader, vol zegeningen, Vader, vol gezondheid, Vader, vol liefde, vol vrede, Vader. In Jezus Christus' naam. Amen. Bedankt dat jij er was vandaag en tot de volgende keer.